Er gebeurt een hoop in onze atmosfeer momenteel. We hebben een onstuimige woensdag voor de boeg. Maandag, eind van de middag, begin van de avond, werd een pilotengat waargenomen. Mooi weersverschijnsel. En dinsdagochtend werd in de buurt van Apeldoorn zelfs een tornado waargenomen. Meerdere schademeldingen, veel stof wat door die luchtstroom omhoog werd gezogen. Bijzondere beelden dus, unieke weersverschijnselen. En dus nog een onstuimige woensdag die eraan zit te komen. Nou, hoe ziet dat er precies uit? We krijgen te maken met een klein en venijnig lage drukgebiedje. En de luchtdruk van de kern van dat lage drukgebiedje is heel snel aan het afnemen. En dat zien we hier geleidelijk gebeuren. Daar komt dat lage drukgebied tot ontwikkeling, trekt van zuidwest naar noordoost over het land. En vooral aan de zuidflank van dat lage drukgebied zwelt de wind behoorlijk aan. Zijn windstoten tot en met 100 km per uur mogelijk, zware windstoten. En pas in de loop van woensdagavond verplaatst het zwaartepunt van de wind zich richting Denemarken, keert de rust weer een beetje terug. Maar het blijft niet alleen bij de wind, want er gaat ook nog een flinke plens regenwater bij vallen. Dinsdagavond is het eerst op de meeste plaatsen nog droog, maar vanuit het zuidwesten komt er bij dat lage drukgebied ook veel regenwater kijken. Vooral in een strook over de westelijke helft van het land en later ook in het noorden en noordoosten. We zien de neerslaghoeveelheden lokaal oplopen naar 40 mm. En ik sluit niet helemaal uit dat er lokaal zelfs wel 50 mm regenwater kan vallen in die periode van 24 uur. Nou, komende nacht begint dat allemaal. Voor de kustprovincies geldt ongeveer tijdens het tweede deel van de nacht code geel vanwege die zware windstoten. En het begint dus ook op steeds meer plaatsen te regenen. Vannacht is het alleen in het uiterste noordoosten nog droog. En die wind begint aan te trekken. Is ook door de draaiing om dat lage drukgebied heen wat veranderlijk van richting. Helemaal in het zuidoosten van het land een zwakke wind, terwijl in de kustgebieden die zuidwesten tot westenwind al behoorlijk begint aan te trekken. Nou, woensdagochtend is dan het zwaartepunt van de wind. Dus in het noorden, noordwesten van het land uitschieters naar 100 km per uur. Ook flink wat regen, veel bewolking in de ochtend. Gewoon heel onstuimig weer, haast herfstachtig. En in de loop van de dag trekt het zwaartepunt van de regen en wind dan weg naar het noordoosten. En kan vooral in het zuiden de zon nog even doorbreken. En daar wordt het dan zo'n 20 graden. Nou, nog even die windstoten in het weerkaartje. Even het overzicht, vooral in het noorden, noordoosten van het land. 75 tot 100 km per uur, zware windstoten. Daarvoor geldt momenteel code geel, maar dat zou eventueel nog opgeschaald kunnen worden naar code oranje. In de westelijke helft van het land 60 tot 85 km per uur, maar daar ook de meeste regen. Dus ook kans op een zware ochtendspits in de Randstad en de wegen daaromheen. En in het zuidoosten van het land 50 tot 75 km per uur. En dus vooral in de ochtend veel regen. Daar wordt het in de middag weer droog. Nou, dan nog heel even kort vooruitblikken naar de langere termijn. Want na dat onstuimige weer van woensdag komen we in rustiger vaarwater terecht. Donderdag, met uitzondering van een lokale bui na, is het droog. Vrijdag gaan we al naar 27 graden. Flink wat ruimte voor de zon. Tijdens het weekend is het tropisch met temperaturen rond 30 graden. Maar op zondag stijgt dan de kans op een regen- of onweersbui. En dan koelt het weer een beetje af. Maar eerst dus even oppassen voor die stevige wind op woensdag.